van Skyline TV naar DTV Uden. Tot half januari blikken we terug op de programma's en nieuwsitems die we uitzonden. Dit is van Skyline TV naar DTV Uden. Skyline TV. Ik ben Pascal Donkers, marktmeester van de gemeente Uden, van de Udense Markt. Welkom op de markt in Uden. We hebben vandaag een sollicitant, Toos, die komt koffie serveren op de markt voor de kooplieden. En hopelijk hebben we er een goede kracht aan. Hallo meneer, Hi. Ik mag bij u beginnen. Hoe is uw naam? Mijn naam is Mark. Mark. Ik zorg voor de koffie. Jij zorgt voor de koffie, ja. Voor iedereen eigenlijk op iedereen, de markt. Dat is een van de belangrijkste taken van de markt. Is dat. De belangrijkste? Ja. Kijk, dus jij hebt een hele belangrijke, het is nog belangrijker dan achter de kraam staan. Eigenlijk wel, ja. Ja, we gaan duwen. Ik ga maar eerst vragen, die knappe jonge man hier rechts, die, of die wat drinken lust. Aan de knappe, een beetje optillen. Ja, een beetje van de hij glijdt lekker. Ja, hij glijdt lekker. Dag meneer, wilde jij koffie? Nee. Waar dan? Die is niet te zuipen. Ik wil een kopje thee. Niet te zuipen? Oh. Thee, ja. Nou, dan doe ik even voor u een kopje thee. Hè? De bak aan de zijkant open. De bak open? Ja, de bak open. Oh. Oh, de thee. Ja, dat is gewoon warm water eigenlijk. Ja, hè? Dus ja, meer is het eigenlijk ook niet. Warm water verkopen. Nou, dan gaat het. Oh, hij is wel warm. Hè? Dat is wel, hij lekt een beetje. Zie je daar? Auw, dat is een beetje hees. Ja. Zo, weer op het knopje duwen. Heb ik ook nog theezakjes gestaan? Of, oh, die zit. Nou, dat is bijna niet te doen, hè? Volgens mij is dit. Ja, dit is citroen. Ja, pas op dat de chocola niet in uw haar loopt. Ja. Dat is de krullen in de bak. Ja, dat is waar. Nou, om u. Nou, theezakjes. Oh, zo. Deze alsjeblieft. Heb er ook nog suiker in? Hier, in het bakje. In het bakje. Andere kant zo. Eén klontje. Eén klontje. En een lepeltje. Kijk. En een lepeltje. Daar gaat ie. Ja. Hupsakee. Tad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 
Daar hebben ze niet, maar hebben ze dat niet? Ik heb gehoord dat hij niet te zuipen. Hij is ook niet te zuipen. Het is maar dat warm is, hè? Ja. Krijg je daar voor niks dan? Of, voor niks? Ik krijg er geld bij. Verschil, dames en heren, of nou koffie is of thee, want het ziet er alle twee hetzelfde uit. Nou, dan gaan we. Oh nee, dit is wel zwarter, hè? Ja, zwart. Dit is wel zwarter. Ja, melk en suiker. Een beetje melk in. Hij moet een beetje neutraliseren. Hè? Hij moet een beetje neutraliseren. Hè? Wacht, oh, wacht even. Och, het gaat er helemaal overheen. Dan gaat de winst. Ja, dan gaat de winst. Hè? Zo, suiker. Zit er maar de helft in. Zit er maar de helft, dan doen we het er gewoon bij. Niet eroverheen, hè? Nee, dan gaan we er niet overheen doen. Oh, wacht even. Zo, nou. Hij is nou in ieder geval, wacht zo. Hij is nou in ieder geval wel, wel vol. Ja, hier. Ik zal er nog een. Ik zal daar even dwelven, wat zal er één overheen doen. Zo, kijk. Alsjeblieft, meneer, hè? Ik zal vandaag alleen een ronde kunnen maken. Ja, toch wel. Melk en suiker, meneer? Ja. Ik zal hem nou iets. Ik zal hem iets. Een bietje. Eén klontje was aan de lijn, hè? Daar gaat hij. Het is net zo'n spelk op televisie, hè? Ja, zoiets. Buitengewoon. Ja, we moeten lief zijn voor elkaar. Oeh, we dansen samen de Bostella. Het is wel zwaar, moet ik zeggen, hè? Met zo'n karretje de hele tijd. Door de goot, voorzichtig. Door de goot, door de goot. Ach, wat moet ik toch hard werken vandaag, hè? Ach. Die koffie, die hebben ze beklagen. Zo, nou, het is er weer, hè? Heb jij zin in koffie, meneer? Nee, dank u wel. Ik heb net nog koffie gehad. Heb je net nog koffie gehad? Helemaal vol. Nou, dek hier toch staan. Heb je ook panties met open kruis? Heb ik wel, maar die mag ik niet verkopen hier niet. Die mag ik niet verkopen? Die mag je niet verkopen. Andere markt. Dat is een andere markt. Dat is een andere markt. Ja, ik denk, ons Mirelleke van ons Tante Grada, die wou er een panty met open kruis. Ik denk, ach, dan loop ik hier toch, maar dat is... nee, daar hebben ze dus niet. Heb je een goede schaar dan? Ja, kun jij dan met een schaar dan? Ja, dat kunnen we met een schaar. Oké.
Altijd gezellig, hebt u smert. Vroeger hadden we van die klapboxen, toch? Wacht, ik kom even bij u staan. Waar zit jij? Dat staat toch van die klapboxen, zo. Van die klapboxen? Ja. Hoe zag er uit dan? Ja, van die kleps. En dan was voor de vrouwen speciaal. En dan een goede schoon. Ja, dat was makkelijk, wat? Oh, en dat gebruiken ze nou niet meer? Nee, dat is uit de mode. Dat is uit de mode, ja. Nou. Draaien ze weer aan mijn strings, hè? Ja, dat is waar, meneer. Ik heb al 40 keer ook hier al aan de kant gehad. En kijk dan, als je zin in frietjes hebt, ja. Even voor tante Annie, hè? Dat kan ik wel even vatten. Tante Annie, kijk, dus hier hebben allemaal frietjes, want ze kijkt altijd, tante Annie, hè? Dat moet jij hebben voor jouw mens. Hè? Tenminste, s'avonds als je honger hebt, dan heb je in ieder geval om waar naar te kijken. Hè? Dan komt ze niet zo aan, hè? Want ze frit ook meteen al die friet op. Hè? Dus, nou, heel veel plezier. Hè? Ja, dankjewel. Hè? Houdoe, hè. Koffie met melk en suiker nog. Nou, je doet het wel goed, moet ik zeggen. Hè? Ja. Jij wel, ik niet. Maar ja. Nou, ik nog. Hè? Zo, even kijken. Zo. Ja. Oh, dat wordt helemaal niks zo. Wordt het niks? Nee, dat wordt niks. Ik zou zeggen, bij de vis of zo ergens gaan proberen. Bij de vis? Want dit is toch iets te hoog gegrepen. Ja, dat is te hoog gegrepen. Nou, in ieder geval wel bedankt. Ja, jij ook bedankt. Ja, dankjewel. Bedankt ik zal ook, het opruimen. Ja. Ah, zo. Wie lust er nog een half bekje? Schubben ervan. Schubben? Dat is toch zielig eigenlijk voor die vis, toch of niet? Voelt hij daar niks meer van? Nee. Oh, hij zit me zo zielig aan te kijken, hè? Ja, wel heel eng eigenlijk, hè, als je het zo je gaat toch niet snijden, hè? Nee. Oh, dan is het goed, want dat kan ik niet tegen, want dan val ik van mijn graat af, hè. Dat is een letters woordspeling, hè, val maar van mijn graat af. Ik zeg het er maar even bij, niet dat je dadelijk denkt van, goh, wat is er? Gadverdamme, wat komt het er allemaal uit? Zijn dat nou ingewanden? Ja. Oh. Ie, dat, ah. Wat ga ik nou doen? Dadelijk voor die mevrouw weer. Dit voor deze mevrouw. Oké. Ja, oh, de tas openhouden. Voor die mevrouw, ik denk dat er nog iets meer bij moet. Oh. Idi, jij beweegt nog, hè? Hallo? Ja, gewoon bij het staartje waspakken. Met het staartje, ja. Nou, maar zijn ze nog levend? Ja. Zonder, ja, moest kijken. Ik heb vanavond gekocht aan Chinese mensen en zo, en die willen ze alleen levend hebben. Dat meen jij niet echt waar? En dan? Nou, koken ze. En dan koken ze. Ja, koken. Ja, maar dan ga je hem erin doen. Ik vind zo. Ik vind het een beetje. Ja, doe maar. Het is eigenlijk niks voor mij, dit werk. Hè. Dat heb ik nou al gezien. Ja. Zo. Alsjeblieft en heel veel plezier ermee. Hè. Tot ziens. Ik ga mandarijnen en kou op zonder pietje. Nou, neem even mee. Het lekkerste fruit, kwaliteit. Roept u maar. Zeg, ben je nou hier de hele dag zo aan, ja, ben je de hele dag aan het kwaken? De hele dag ben ik hier aan het kwaken, is waar, hè? Zou ik dat kunnen leren? Jij wel. Dat lijkt me gezellig. Aan jouw hond kun je dat? Ja, dat ken ik wel. Zal ik ook even, alles? Ja, ik kan wel heel veel, maar zal ik er even achter langs, zeg maar. Ja. Ja, dames en heren, wie maakt me los? Wie maakt me los? Ben Lap, de lekkerste sap. Zo lekker die sap. Van Ben Lap. Dan gaat hij weer. Hup, ik ben wel de tel kwijt, maar dat maakt niet uit. 40? Ja. Kunt u wel goed tellen, hè? Ja, ik tel heel goed, hè. Goed zo. Oh, ik krijg het er van me in de rug, hè. Zo'n ping in mijn rug weer, hè. Paar zekjes mee. Altijd leuk, hè. Alsjeblieft. Dankjewel, hè. Nou, jullie ook bedankt, hè. Jij ook bedankt, houdoe, hè. Ja, we zoeken nog, we kijken wel verder. Echt, hoe het gaat. Ik kan beter iets anders doen, maar dit is echt niks voor mij, hoor. Oké. Okay. Ja, okay. Dus ophangen. Oh, momentje, ik moet even hangen. Oké, okay. Ja, wacht even. Okay. Ja, hé, houdoe, hè. Houdoe, gelufke maar nat, hè. Dat weet ik wel. Houdoe. Zo. Houdoe. Ja, wie was er trouwens? Dat was een andere stageloper. Andere? Ja. Ja, het is niks voor mij, denk je, vrouw. Ik heb al een ander gebeld. Ik neem niet ja, iets, denk, maar ik kan bitter, want daar ben je ook van. Ik kan bitter van de besturing van de poliep, zeg maar, met de kermis. Op als kermis. Die bestaat, met die een arm. Daar ben ik heel goed in, volgens mij. Die mevrouw van Tol en meneer van Tol. Ja. Dat komt er maar tegen die tijd terug. Zal ik dan een dagje in de poliep gaan draaien? 17 juli. 17 juli? Juli, ja. Juli, dat duurt nog wel lekker. Ja, dat gaat heel snel. Ja, ik hoop niet dat het zo koud is als nou, hè. Want mooi, het wijdt koud, hè, zeg dan maar. Terug, want dit doen we niet. Nee, dat doen we niet. Trouwens, bedankt. Ja, ik ga iets anders zoeken, hè. Tot zo. Oké, tot ziens. Ja, houdoe. Houdoe. Heel mooi, dankjewel.
Skyline TV. De spanning hing zaterdag in de lucht boven het HAM in Veghel. Was de Dakota al te horen die de parachutisten zou droppen ter gelegenheid van de herdenking van operatie Market Garden? Nadat de eerste groep parachutisten goed was geland, sprong er nog een groep. Wat vond je ervan? Ik vond het mooi. Ja, geweldig om te zien, hè? Heel mooi. Het is mooi om te zien. Hebt u dit eerder gezien? Jawel. Wanneer? Zien springen wel in 44 met de bevrijding. En ook op deze plek? Hier zijn ze niet geweest. Ze zijn heel professioneel, zag het eruit. Maar mooi, hoor. Indrukwekkend. En hoe vond jij het? Leuk. Had je dat al eens gezien? Nee. Zou je dat ook willen? Zo uit een vliegtuig springen? Als ik een beetje groter ben. How was it to jump today? Ah, it was very nice. There is no wind, sunny and plenty of people looking at us. And the ground is very smooth. So perfect. Eerder naar Erwin Jansen sprong ook in het Havelt. En hij had een speciale opdracht. Ja, deze sprong is helemaal bijzonder voor mij. Meerdere redenen. A springen we hier op het, op het HAM. Het HAM het Havelt. Het is een Black Friday. Het is een zeer beladen gevecht geweest. Mensen die hier als menselijk schild gebruikt was. Maar ook Bobby Hunter, die heeft hier gevochten in dit veld zelfs waar wij gesprongen zijn. En dat was voor mij een tweede vader. En hij is helaas in december overleden. En we hebben van de familie wat as gekregen. En die as heb ik nou net mee gesprongen. Een van de toeschouwers was veteraan John Primorano. Hij was een van de parachutisten die in 1944 gedropt werd. Ja, yep, I landed beyond the castle in Heeswijk. Pathfinders was shot down. We weren't supposed to jump where we jumped, but there was nothing there. And our colonel said, this is the best place to go. And no, I was never fired upon or anything. So you are here back in Veghel. How do you feel about that? I love it here. You know, there's nobody of all the countries we've been in to talk to any of the guys. This has been the best. And look at it, 70 years, and you're still doing this? It's unbelievable. De parachutisten werden opgehaald voor de volgende sprong. En die was op de plek waar John Primorano had moeten landen, bij de Keelsdonkse molen. Thank you.
TV. Kees, je hebt een bijzonder plekje gekozen. Leg eens even uit waar we zitten. Ja, het is nou niet dat ik echt zo'n hele grote natuurliefhebber ben, maar dit is een plekje achter de drossaard. Maar we zeggen nou, geen grote natuurliefhebber. Ja. Ik kom van een boerderij, dus ik ben eigenlijk wel opgegroeid in de natuur. Maar het is niet dat ik nou midden op de Maashorst een plek vind. Maar dit is achter de drossaard. En ik heb hier op school gezeten op het Kruisherencollege. Ja, dit was eigenlijk een beetje onze hangplek. In de pauzes en na school. Ja, eerst met een flesje cola, maar uiteindelijk hebben we blikjes bier erbij. En mijn eerste sigaretten zijn hier gerookt. Dus ik dacht, ja, als er dan toch een plek in Uyen is, dan is dat toch wel deze plek. Je hebt nostalgische herinneringen hier aan. Ja, leuke herinneringen. Ja. Het was niet lastig voor jou dus om een plaatsje te vinden. Zouden er nog andere plaatsjes geweest zijn in Uyen waar je zou kunnen, de stoel neergezet zou kunnen hebben? Nou ja, ik werk al een flinke tijd in de Pul, dus dan dacht ik eigenlijk dat is ook wel een leuke plek. Maar ja, ik ben wel iemand die dan niet meteen voor de meest voor de hand liggende plek kiest. Dus die, maar dat is wel een plek waar ik hem eigenlijk zo neer kan zetten. Ja. Hoe lang werkt al in de Pul? Nou, 12,5 jaar op dit moment. 12,5 jaar, dus er wordt feest gevierd. Ja, eigenlijk niet, want ik heb ooit gezegd dat als je 10 jaar bij de Pul werkt, dan is de koek op. Maar er is genoeg uitdaging en het werk is eigenlijk zoveel veranderd. Dat het toch wel nog steeds wel interessant is. Ja. In welke zin is dat veranderd, dat werk? Ja, ja, het is allemaal wat zakelijker geworden. Toen ik bij de Pul begon was het echt, de inhoud was één. En daar deden we alles voor. Aan het einde van het jaar kijken we eens een keer onder de streep hoe we het gedaan hebben financieel. Dat was ook minder, ja, minder moeilijk, zeg maar. Er waren altijd vaste club mensen die er waren. Heel goede dansavonden die er waren. Dus de financiën liepen altijd wel een beetje op orde. Dus was geen zorgpunt. Dus we konden eigenlijk richten alleen maar op die inhoud. En ja, in die 10 jaar dat ik er nou zit, is er toch wel, de subsidiegevers verwachten meer. Hoe meer ingevuld worden, meer formulierwerk. Het is meer berekenen van wat verwacht je aan bezoekers. Aan het einde bekijken of dat gelukt is, analyses erop maken. Uiteindelijk is het daardoor wel heel transparant en dat is wel fijn. Want dan is het niet meer zo dat het alleen maar in mijn hoofd zit. Het zit in de hele organisatie. Mm-hmm. Maar het is wel een andere manier van werken geweest. Welke opleiding heb jij gevolgd, Gijs? CNV, cultureel werk. Ja, en ook van meet af aan in dat cultureel werk kunnen gaan werken? Ja, eigenlijk. Na je studie? Ja, eigenlijk werkte ik eerst in het culturele werk en ben ik daarna de opleiding gaan doen. Na mijn kruisteren ben ik SPH gaan doen, sociaal-pedagogische hulpverlening. Dat heb ik een jaartje gedaan, maar dat was veel te veel op de hulpverlening gericht. En ik wilde eigenlijk meer werken voor mensen en voor de maatschappij aan de voorkant, dus het leuke gedeelte. Mm-hmm. En proberen het voor zoveel mogelijk mensen gewoon leuk te houden. Dus, nou ja, ik deel heel veel in de muziek. Ik organiseerde een spel in een bandje. Ook hier allemaal mensen van het kruisteren die erin zaten. Op het begin speelden we in 2 bandjes en repeteerden bij ons thuis. Dus op een gegeven moment heb ik een festivaletje georganiseerd in de Plok. En ja, van het een komt het ander. Dus ik was eigenlijk al best wel een bezig baasje. Ja. Maar ik had er nooit in de gaten dat je er ook een beroep van kon maken. Ik dacht, dat is gewoon een hobby en dit is hobby en je moet werk vinden. Tot ik op een gegeven moment bij de Pul, Luc Borel, de voormalige directeur, die vroeg mij om stage te komen lopen. Maar ja, om die stage te lopen moest ik wel een opleiding doen die daarbij paste. Dus het is eigenlijk een beetje een omgekeerde wereld geweest. Dus ik had eerst de stageplek, toen heb ik de opleiding erop aangepast. Vond je het een leuke opleiding? Ja, ik moet zeggen dat dit werk is. Het is moeilijk om daar een opleiding voor te vinden, want het is heel veel doen en ervaring en gevoel. En ik vind, kijk, gevoel kun je niet altijd leren, dus dat moet er ook een beetje in zitten. Ja. Maar je krijgt wel een goede handvaten mee om het werk te doen. Dus ik heb er wel altijd wel iets uit kunnen halen. Maar ik moet zeggen dat het werk zelf, zeg maar, echt de praktijk, die doet nog steeds wel het meeste. Vind je het werk en hobby verenigd? Ja, dat loopt eigenlijk bij mij alles door elkaar heen. Ja. Ja, ik zeg al, ik maak nog steeds muziek. Het werk is eigenlijk een hele grote hobby. Dus ik maak veel meer uren dan ik ooit kunnen betalen. En dat vind ik ook helemaal niet erg, want het is gewoon een passie. En je hebt ook nog eens een eigen bedrijfje? Ja, dat doe ik nog, ja, ook in muziek. Concerts en events? Ja.
Je hebt al heel wat, ik heb op die websites gekeken, je hebt al heel wat bands op diverse podia door heel het land weten te plaatsen. Waar ben je het meest trots op? Ja, ik plaats niks. Ik werk voor bands. Dus zeg maar, als zij geboekt worden, werk ik voor het boekingskantoor en dan zorg ik dat de rest geregeld wordt. Ja? Dus ik zorg voor de hotels, ik zorg voor de tijdschema's, ik zorg voor dat de hele... Al het regelen, dan hoeft de band alleen maar de gitaar te pakken en te spelen, bij wijze van spreken. Okay. En daar ben ik het meest trots. Ik heb laatst met Judas Priest gedaan in de Roda Hallen. 2000 man stond daar om uit zijn dak te gaan. En ik was eigenlijk degene die het hele podium daar mocht bestieren. Ja, dat is toch wel een flinke productie die dan binnenwandelt. Ja. 6 vrachtwagens vol. Ik had 30 mensen als team om daar die vrachtwagens mee leeg te trekken. Dat was wel een hele een flinke ervaring. Dat is geen 8-urige werkdag, denk ik dan. Nee. Ik zat er naderhand toen we mensen naar huis gaan. Ik zeg, jongens, let op als je naar huis gaat. Doe voorzichtig, want de meesten hadden er... een uur of 14, 15 op zitten en dan echt wel een flink showwerk. En dan nog van Limburg, dat was een kerkrader, naar terug, dat is toch best een eindje. Ja, ja. In de Pul is je voornaamste taak programmeren, hè? Ja. Daar heb je ook de nodige bands al in het programma weten te krijgen. Ja, klopt. Noem eens wat. Ja, recent nog Thin Lizzy, daar ben ik wel heel trots op. Dat is eigenlijk denk ik een van de grootste bands die ik hier geboekt heb. We zitten een beetje in een classic gebied de laatste jaren. Gewoon om, we moeten ons een onderscheidend karakter geven en die werkt gewoon heel goed. Dus in dat segment heb ik Thin Lizzy, Uriah Heep is al een keer langs geweest, ook natuurlijk heel leuk. Maar ik ben ook wel trots op bandjes die zeg maar aan de voorkant dus niet echt uitgegroeid zijn tot mega acts, maar dan, die dan al wat kleiner zijn en dan de zaal plat spelen. Ik heb het gehad met een bandje uit Australië, Airborne. Die stonden voor 300 man op een dinsdag bij ons. Ja, die krijg ik nooit meer terug, want die zijn helemaal geëxplodeerd. Die staan op de grote festivals overal in de hele wereld. Mm-hmm. Dat is ook wel leuk. Waarom komen die bands ook graag naar de Pul? In feite toch een klein podium, hè? Ja. Kijk, het voordeel van de Pul is, we bestaan al lang. Dus, 43 jaar, mensen hebben ook buitenlandse acts, maar zeker Nederlandse acts. Iedereen kent de Pul in Uden. Als ik... Buiten Uden komen, dan is het, als ik zeg, ja, waar woon je dan? Uden, Zeeland? Oh, ja, de Pul is vaak wat ze zeggen. Dus die geschiedenis die helpt mee. En ik moet ook zeggen dat we wel de laatste jaren, en daar ben ik echt wel heel hard mee bezig geweest, dat onze voorzieningen dat we die omhoog hebben getrokken. Zeg maar. Ons PA-systeem, onze zaal, akoestiek, die is echt in 10 jaar tijd, die was al op een vrij goed niveau om in Nederland gewoon mee te draaien. Maar we hebben hem echt omhoog getrokken. Het was echt een van de betere zalen op dit moment. Qua voorzieningen. Ook ons personeel probeer ik ook echt op te leiden. Dat ze gewoon, dus de band een warm thuis geven als ze er zijn. Ook dat is jouw taak? Ja, we hebben een vrijwilligerscoördinator. Ja. Hugo Beers is een collega van mij. En een bedrijfsbeheerder en een directie. We zijn met 4 man, dus eigenlijk, we doen alles... Zo, samen? Alles doen we samen. Ja. En, maar het is wel, iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheden. Maar met ons team zijn we wel heel erg met dat soort dingen bezig. Gewoon het gevoel is belangrijk. Ook onze vrijwilligers die werken. Het is niet even simpel een biertje tappen, het is het gevoel geven de mensen dat het iets is. Dat het typische pulgevoel mensen hebben. En we zitten gelukkig nog in ons oude pand, dus dat gevoel is er heel snel natuurlijk. Voor heel veel mensen is dat gevoel er al, omdat het gewoon nog exact hetzelfde eruit ziet als vroeger. Ja. Maar ja, de sfeer, natuurlijk veranderen dingen, maar het is wel fijn omdat je mensen dan nog naar huis kunt laten gaan met het idee van, goh, dit is nou zo'n leuke zaal. En daar hoor ik toch regelmatig terug. Ik las op in een auto wat ouder artikeltje al op Kliknieuws, dat jij ooit eens gezegd hebt van gelukkig blijven we in de oude pand en gaan we niet bijvoorbeeld naar die Pius Tienkerk waar ooit de sprake van is geweest. Ja. Daar sta je nog steeds achter? Ja, kijk, nieuw is altijd heel leuk en dan heb je alles, ik woon nu in een nieuw huis en er zit alles nieuw in, een nieuwe keuken en alles, dat is natuurlijk heel fijn en veel makkelijker schoonhouden. Maar ja, ik zeg ook, gevoel is heel moeilijk te verplaatsen, te verhuizen. En ik merk gewoon bij dit soort zalen, ik kom natuurlijk op heel veel plekken en heel veel zalen zijn verbouwd of hebben nieuwbouw gedaan de laatste 10 jaar. En je merkt dat toch, dat er zijn gewoon heel veel, nou, ik kan wel zo 3-4 zalen in Nederland die exact op elkaar lijken. De inhoud, dezelfde vloer, dezelfde balkonreling, dezelfde podium, hetzelfde geluidssysteem. Ja, daar heb je geen gevoel, want dat is of je nou in de metropool in Hengelo staat, of je staat in de Attac in Enschede, of in, nou, noem maar op. En dan denk ik, ja, als spul heb je wel zoiets van, er zit nog heel veel hout in het verhaal. Hout heeft karakter. Het is, de geur is van 40 jaar. Al die glazen bier die op de grond zijn gevallen, daar zit ook nog in het pand. Ja, ik sta er echt wel achter dat we hier nog zijn blijven zitten. Even iets heel anders, Gijs. Je twittert onlangs nog
Al die drukte op het Songfestival, die liedjeswedstrijd, hadden we toch al jaren geleden afgeschreven. Ja, ja, ik vind dat vond ik mooi van. En het irritante van Twitter is dat iedereen zich dan heel erg druk kan maken. Hè? En ik doe het dan eigenlijk zelf ook. Dus eerst dan is het. Vorig jaar gaan we niet door. En iedereen maakt zich druk over het verhaal dat we niet doorgaan. En belachelijk, kijk nooit meer naar het Songfestival. Nou, prima. Vervolgens krijgen we een nieuwe artiest die in een Indianentooi een nummer staat te doen. En dan begint het circus. En iedereen weer, oh, wat ziet dit er nou uit? Ik dacht, vorig jaar hadden we toch al gezegd dat we niet meer zouden kijken met z'n allen. En dan, als ze dan ook wel volhouden, is het zo afgelopen. Ja. Dus dat was mijn verhaal. En ik vind het nog steeds, ja. Het zal niet afgelopen zijn. Wie zouden ze er voor jou neer moeten zetten? Ach, ik vind, ja, ik vind het Songfestival. Ik zou wel gewoon dan zeggen, ik zou gewoon naar de toppers, nou niet de toppers die zijn er geweest, maar de toppen in Nederland gaan kijken. En dan gewoon iets waar wij gewoon goed in zijn. En we zijn in Nederland zijn wij, op een paar plekken zijn we heel goed. We hebben een Winning Temptation die gewoon over de hele wereld goed scoort. En we hebben dance is het grootste exportproduct onderhand van Nederland. Zet daar een DJ neer. Ik weet niet of het mag, maar doe gewoon dingen die goed zijn en ga niet uit een rare auditie gekke mensen trekken. En gewoon de mensen die, wie verkoopt de meeste singles in Nederland, die gaan wij doen. Is u goed voor zijn jeugd, Gijs? Ja, ik denk het wel. Het is altijd moeilijk om het is een open, ja, hele ruime vraag, hè. Wanneer ben je goed voor je jeugd? En ik denk, en wie is Ude? Dus dat is. Maar ik denk dat we met z'n allen wel. Met z'n allen zijn we de gemeente ook. Ja, de gemeente, ja. Precies. Dus ik denk dat de voorzieningen die zijn, zeker nu het nieuwe multicenter ook redelijk in de stijgers komt te staan. Ik denk dat er genoeg voorzieningen zijn in Uden. Er is ook financieel gezien in de organisaties met wat bezuinigingen hier en daar, maar toch, iedereen kan door. Is er genoeg? De sportverenigingen die draaien volgens mij goed. Nou, dat zijn allemaal fronten waarvan ik denk dat het goed gaat. Ik denk alleen wel dat onze jeugd, en dat geldt eigenlijk niet alleen voor Uden, maar in heel Nederland, dat de jeugd zelf ook wat actiever mag zijn in het creëren van een eigen maatschappij. En ja, die bal is toch aan hun. En ik denk dat bijvoorbeeld een organisatie als Kompas daaraan bij kan dragen om mensen te stimuleren. Maar jongeren, ja, ik was, en dat klinkt echt een oude lul, merk ik, maar ik was wel actief. Iedereen bij ons was bezig met muziek of met dingen organiseren. En het is toch wel, de maatschappij is veranderd. Mensen zitten meer achter een computer, zijn individueler geworden, minder in een groep. En minder zelf actief om dingen op te zetten. Het is passief van, kom maar, er is genoeg. Ik zoek op internet wel op wat er leuk is en ik ga erheen. Ja, ik zou zeggen, draai het om en ga zelf kijken wat er leuk is. En ik merk ook, ik hoor heel vaak van mensen van, er is niks voor Uden, voor jongeren onder de 16 in Uden. Het is heel moeilijk om uitgaan te creëren voor jongeren onder die dingen. Ik denk, ja, wij organiseren regelmatig evenementen voor die doelgroep. Wij bestempelen het dan niet voor onder de 16. Ik vind dat het is geen groep. Het is 14 plus, bij wijze van spreken, of 12 plus. Mm-hmm. Iedereen is bij ons welkom. Je krijgt alleen geen alcohol onder de 16. Maar als je met die jongeren samen iets doet, dan merk je, dan heb je volle bak. Ja. En dat is de kracht. Maar dan moeten de jongeren er ook wel voor openstaan. En ik zou zeggen, als je ergens een idee hebt, kom binnenwandelen en wij helpen mee. Maar je moet het wel zelf doen. Altijd welkom. Altijd welkom. Waar vinden we jou over 10 jaar, Gijs? Ja, dat is een hele goeie. Ik hoop niet dat ik dan nog in de pul zit. Staat nou op band. Of in een heel andere functie. Maar ik hoop wel dat we dan een fris bloed in de organisatie hebben. En ik zit vast in de muziek ergens. En ik denk dat we. Mijn streven is om dan in ieder geval voor mezelf gewoon lekker voor mezelf te werken. In opdracht van heel veel leuke artiesten. En of dat nou echt alleen maar is op weg als tourmanager of dat ik het meer aan de voorkant doe op het kantoor, dat weet ik niet. Maar die muziek die krijg je mij niet uit in ieder geval, dat weet ik zeker.